Beste kijker van De Nieuwe Wereld, kijk jij ook graag naar onze gesprekken en wil je De Nieuwe Wereld ook in 2021 mogelijk maken? Doe dan mee met onze decemberactie en maak een bedrag over via onderstaande link. Alvast ontzettend bedankt. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Klaas van Egmond. Hij is emeritus hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit van Utrecht en oprichter en lid van het Sustainable Finance Lab. Dag Klaas. Dag David. Leuk dat je er bent. We zien momenteel om ons heen dat er enorme schulden worden gemaakt in de economie om de coronamaatregelen te stutten. Uiteraard om de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. Maar tegelijkertijd zien we dat die schuld bij de jonge generatie uiteindelijk terecht zou komen, want die zal het toch moeten gaan oppoetsen. Je hebt daar een artikel over geschreven onlangs. Hoe kijk jij aan tegen deze ontwikkelingen? Ik zie dat als een signaal van het feit dat onze hele structuur helemaal op het verkeerde pad is. Inderdaad, jouw generatie die moet dus nu de komende 40 jaar die 750 miljard gaan terugbetalen die wij dus nu aan het uitgeven zijn voor de coronahulp in Europa. Dat geld mag de Europese overheid niet zelf maken. Dat is het probleem tegelijkertijd ook. En dat moeten ze dus lenen van de financiële markten. En dat zijn private partijen, waaronder ook pensioenfondsen natuurlijk. En dan moet jouw generatie dat de komende, of mijn kleinkinderen moeten dat de komende 40 jaar gaan terugbetalen. Nou, we hebben de financiële crisis ook al een enorme toename van de schuldenberg gezien. Dan komt dit nog een keertje erbovenop. Ja. Is het niet gewoon tijd om al die schulden eens een keertje om weg te poetsen? Dat is dus een heel groot probleem. Naar mijn overtuiging, en ik moet echt zeggen onze overtuiging, want er zijn veel medestanders van dat denkbeeld in de wereld door de eeuwen heen geweest. Je zou kunnen zeggen dat sinds Aristoteles, 2500 jaar geleden, zijn we met dit probleem bezig. Welk probleem is dat? Dat is het grote probleem van wie maakt nou het geld in de samenleving. Nou ja. En dat is een voortdurend touwtrekken tussen wij met z'n allen, de publieke sector, de overheid, versus het private bedrijfsleven. Mm-hmm. De goudhandelaren die geld en goud uitlenen aan private partijen, aan koningen soms om oorlogen te voeren. En we hebben dus nu gezien de afgelopen 30, 40 jaar dat we een postbank hadden, de Blauwe Leeuw. En dat was nog een publieke bank, die was van ons allemaal, een staatsbank. En toen de muur in Berlijn was gevallen en we hadden Thatcher en Reagan hadden we gehad, toen kregen we het neoliberalisme. En in die gedachtegang was een publieke bank, dat was een communistisch Oost-Europees gebeuren. Mm-hmm. Dat moest gewoon weg. En toen is die postbank opgegeten door ING en later dus opgegaan in ING. Ja. En toen waren dus al die publieke banken waren weg. Dus in onze tijd is de geldschepping eigenlijk verdeeld tussen private partijen enerzijds en de overheid. Maar als wij als Europa geld willen lenen om die coronamaatregelen te ondersteunen, dan moet het dus op de financiële markt gebeuren. Moeten we aankloppen bij banken. Ja, want dat hele privatiseren van dat publieke geldsysteem, dat heeft uiteindelijk is dat in Maastricht, 1992 is dat geformaliseerd in het verdrag van Maastricht. Mm-hmm. En daar staat in artikel 123 dat de overheid, de gemeenschap, wij dus geen geld meer mogen scheppen. Ja. Dat mogen alleen private partijen mogen dat dus doen. En daarmee dat is eigenlijk het een van de grootste ongelukken van de afgelopen 100 jaar. Deze discussie voeren we dus al heel lang, zoals ik aangaf. In dat verdrag van Maastricht staat dus dat de overheid dat niet mag doen. Dus dan is aangewezen op die private markten. Dus nu is de situatie dat van het geld wat in omloop is, daar is 97% van gemaakt door private partijen. Mm-hmm. Dat is geld, dat is eigenlijk niet eens echt geld, maar een claim op geld. Maar hoe dan ook, noem het even geld. Wat op jou en mijn bankrekening staat, bij een private bank. En de overheid maakt nog slechts 3% in de vorm van muntgeld, papiergeld, wat nog een beetje in omloop is. Maar dat is nu aan het verdwijnen vrijwel. De overheid, centrale banken, die dus eigenlijk een beetje bij die overheid horen, die krijgt het benauwd van Facebook, waar dus de Libra als een digitale munt nu wordt gelanceerd door Zuckerberg. En door ontwikkelingen als Bitcoin. En nog een heleboel andere van die aard. En die gaan dus nu ook een digitale munt uitgeven. Ja. En dat zien wij als een hele ideale kans om nu terug te roeien naar die oude vraag van Aristoteles. Geld ontstaat niet vanuit de natuur, maar dat is een afspraak tussen mensen. Ja. Dus wij kunnen nu, het publiek kan dus dat geld, die geldschepping terugnemen. En dan maakt dus niet meer private banken maken het geld,
Wanneer ze jou een hypotheek geven voor je huis, dan maken ze op dat moment, drukken ze gewoon dat geld. Zetten ze in de rechterkolom van hun bankbalans. Daar staat David van Overbeek, 3 ton voor een hypotheek in Amsterdam. En dat geld stond helemaal dus niet. Jij betaalt dat aan die mevrouw die daar eerst woont in Amsterdam. Ja. Die mevrouw maakt een cruise rond de wereld en geeft dat geld uit. Is gewoon nieuw geld wat uit het niets gekomen is. Laten we zo nog eens verder naar kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Ik zit toch te denken, als je het zo vertelt, ergens is ervoor gekozen inderdaad, omdat de private partijen ook onderdeel te maken van de geldschepping, om die ook die macht toe te bedelen. Ja. Ben ik toch geïnteresseerd hoe dat dan, waarom is dat eigenlijk zo geweest? Wat was destijds de impuls of de gedachte erachter dat het een goed idee zou zijn geweest om die financiële partijen die ruimte te geven? Nou ja, er was dus destijds al, toen we nog een hele gouden dekking hadden en zo, was er natuurlijk ook echt goud. Dat was dan, dat had iemand, private partijen, en dat moest je dan dus als overheid ook lenen om geld uit te kunnen geven. Want geld was uiteindelijk gewoon een verwijzing naar dat goud. En dat is in de loop van tijd losgelaten. We hebben natuurlijk meegemaakt dat in de jaren, het was het, de jaren 70, 60, toen heeft ook dus die gouden standaard is door Nixon losgelaten. Ja. En toen ging die terug naar Aristoteles. Die zei, het is gewoon een afspraak tussen mensen. Het zijn consumptiebonnetjes. Hier in Leiden bij de studentenvereniging, een bonnetje is 1 biertje. Dat is geld wat ter plekke even wordt gemaakt voor het feestje van vanavond. Zo eenvoudig is het. En de afspraak is dat dat bonnetje, dat is 1 biertje. En dat spreken wij af. Punt uit, klaar. Ja. En dat doen we in de samenleving dus ook. Dus wanneer de overheid weer dat geld gaat drukken, dan is dat een afspraak. Dan is dat dus fiat money, heet dat dan. Fiat geld bij vertrouwen. Mm-hmm. En dat, dat doen we dan opnieuw weer. En dan hebben wij die coronacrisis. En dan drukt die overheid gewoon dat geld. Dat doen ze dan in Frankfurt bij de Centrale Europese Bank. De Klaas Knot van Europa heet mevrouw Lagarde. Ja. Die maakt dat geld, die geeft dat aan die regeringen. En die gaan daar coronahulp mee doen. Zonder tussenkomst van wie dan ook. En dan is dat geld van jouw 750 miljard... wat jij moet terugbetalen straks en jouw kinderen. Dat hoeft helemaal niet, want het enige waar mevrouw Lagarde op hoeft te letten is... maak ik niet te veel geld dat, zodat er inflatie ontstaat. Mm-hmm. Maar dat lukt steeds maar niet de afgelopen jaren. Dus voorlopig is dat even niet zo'n hele grote zorg. Ja. En dan is dat geld gewoon nieuw gemaakt. Net als bij jouw hypotheek door de bank, de private bank. Nieuw gemaakt door mevrouw Lagarde. Daar vangen wij die coronacrisis mee op. En jij hoeft en jouw kinderen never nooit dat geld terug te betalen. Nou, noem je al een aantal keer Aristoteles. En bij Aristoteles zien we natuurlijk dat de geldschepping volgens zijn idee in handen zou moeten zijn van de gemeenschap. Ja. Dus waarom is het toen toch voor gekozen destijds om dat gedeeltelijk in private handen ook onder te brengen? Was dat bijvoorbeeld om een soort tegenwicht te bieden tegen een overheid die te veel uitgeeft of die met de vingers op de knoppen zit van de gelddrukkerij en daar zich misschien niet helemaal in toom kan houden? Ja, het is voor zover ik dat goed kan begrijpen, is er dus gebeurd omdat er dus dat geld bestond dus uit edele metalen en dergelijke en die werden gewoon gedolven door mensen. Ja. Dus er was vanuit die private sfeer kwam er een heel circuit op gang om geld, zilver enzovoort als edele metalen in de omloop te brengen. Ja. Je kreeg ook geldklipperij, hè, dus dan werden die muntjes die werden allemaal weer met een randje van afgepeuzeld. Ja. En dat op die manier werd er dus gewoon gesjoemeld met dat geld. Ja. Maar dat gaat dus in die geschiedenis, gaat dat voortdurend dus heen en weer. En vooral het feit dat we dus los zijn van die edele metalen, dat maakt dat het bij afspraak aan de orde is. En nou ja, dat is dus voortdurend aan de orde geweest. We hebben dus ook dit probleem speelt bijvoorbeeld ook bij Abraham Lincoln in Verenigde Staten. Dan roept hij op een gegeven moment in een toespraak dat hij dat geld zelf wil gaan maken. Dat er dus een dollar moet komen, dus die van een green dollar heet dat. Die dus van iedereen is, die hij gaat maken. Dat is met hem verkeerd afgelopen. Met een heleboel presidenten hebben dat geprobeerd, nadien ook nog wel. Nou ja, los van hoe dat allemaal zit, moet je constateren dat die discussie opnieuw is opgeleid in 1930 na de grote crisis op Wall Street. Mm-hmm. Toen waren de Chicago-economen die dus bedachten van hé, we kunnen dat veel anders doen. Dat kan gewoon via de gemeenschap zonder schuld. Dus geld is niet per se schuld. Mm-hmm. Dat is niet doorgegaan, want er kwam de wereldoorlog tussen, is de gedachtegang. En nu zitten we dus opnieuw met die situatie. En nu noemen sommige economen dat de modern monetary theory. Ja. Vind ik een beetje, het is helemaal niet modern. Het is dus duizenden jaren oud. Het komt iedere keer terug. En wij voeren ook gewoon dezelfde argumenten op als door de eeuwen heen zijn opgevoerd. En het enige wat wij dan gedaan hebben, onze collega's en ik, ook een beetje in het kader van dat Finance Lab, is met grote rekenmodellen laten zien dat verband tussen die financiële economie, dat hele banken gebeuren, mm-hmm. en de echte economie, dat je dit ook heel goed kunt doen en dat het ook heel goed kan werken. En vooral, belangrijkste nog, dat het die economie stabiliseert. Dus die holle en stilstaan economie die we dus nu zien, van crisis naar crisis,
Dat kun je dan omkeren, eigenlijk gewoon Keynes. Je gaat stimuleren, geld drukken, uitgeven, infrastructuur aanleggen, spoorwegen enzovoort. Als die economie dreigt te stagneren, mm-hmm. en gaat die goed, dan doe je dat dus niet. Er zijn natuurlijk een aantal ontwikkelingen in onze tijd die ook bijdragen misschien aan die ontwikkelingen die je net schetst. Ja. Over centrale, je ziet aan de ene kant Libra, maar ook Bitcoin natuurlijk, digitale munten en ja. allerlei varianten. De Nederlandse Bank, maar ook de Europese Centrale Bank is bezig, heeft een aantal papers gepubliceerd over wat zou een routekaart kunnen zijn naar hoe we in de toekomst met dit soort munten om zouden kunnen gaan. Ja. Hoe past nou die ontwikkeling in wat jij schetst, hè, die, als we het even hebben over het begin van het gesprek, die schuldenberg die nu opkomt. En aan de andere kant de geldschepperij die ook gedeeltelijk bij de private sector zit, maar eigenlijk in publieke handen zou moeten komen. Ja. Hoe past nou eigenlijk die ontwikkeling van die digitale munten daarin? Nou ja, het idee is dus dat de overheid, dat een centrale bank, dus ook centrale banken mee moeten doen in die concurrentieslag naast die Libra. Zo, we hebben de Libra, we hebben de Bitcoin, maar we hebben nu ook de Central Bank Digital Currency en dat is dan de digitale euro. Ja. Hebben wij er ook één. Ja. Dat zou dan gelden voor die 3% van het geld wat nou in jouw portemonnee zit aan papieren en muntjes, dat kan je dan digitaal doen via een kaartje. Kan je ook een hoekje betalen. Maar dat willen wij, dat willen wij niet. Nee, dat willen wij niet. Wij willen heel graag dat idee van die digitale euro nu wordt gebruikt door Klaas Knot en zijn mensen. En mevrouw Lagarde voorop natuurlijk in Europa. Ze zeggen, wacht eventjes, goede vrienden. We gaan nu over naar een digitale euro. Daar kun je nog bij zeggen dat we worden gedwongen dus door Facebook en Bitcoin. Dat is niet 3%, maar dat doen we voor 100% van het geld dat in omloop is. En als we dan op 1 januari, dat is nu wel een heel kort dag, maar anders zou ik zeggen, dan zou ik het zelf kunnen programmeren. Als wij dan het geld op jou en mijn rekening, wat gewoon in een keurig kolommetje staat bij jouw bank, dat zetten we over naar de rekening van de Nederlandse bank, bij Klaas Knot. Mm-hmm. En dat is dan de nationale bankrekening. Jouw en mijn geld staan daar voor 0% rente en 0% risico. Als er een hele financiële crisis overheen komt, gebeurt met dat geld helemaal niks. Afspraak is afspraak, zal Klaas Knot zeggen. En je kunt het eraf halen wanneer je wilt en het is klaar. Wij betalen met die digitale euro. En wat er dan verder gebeurt in het muntenland, in de financiële markten, daar doen we net zo weinig mee als toen Vrome Dreesman omviel. 30.000 mensen werkeloos. Dan zeggen we, dat is erg jammer. Een stukje in de krant. Volgende onderwerp. Als banken failliet dreigen te gaan, dan moeten wij te hulp snellen met duizenden miljarden om die overeind te houden. Oké. Laten we daar even een klein beetje inzoomen. Want ik denk, die digitale munt, dat is heel duidelijk inderdaad. Op dit moment hebben we natuurlijk een depositogarantiestelsel. Dus mensen zijn op 100.000 euro bij een bank, zijn ze beschermd als ze een spaargeld te hebben. Ja. Wat gaat er gebeuren op het moment dat we dus 100% van in omloop zijnde geld in munt en briefpapier in digitale munt zouden omzetten? Ja. Wat doet dat met de rol van banken op dat moment? En die worden gewoon makelaar op de financiële markten. En wat bedoel je daarmee? Huizenmakelaars die doen in huizen, die bemiddelen in huizen. Gaan financiële transacties bemiddelen. Juist, en het kan zo zijn dat er dus dat jouw hypotheek, dat maken we dus nu met nieuw geld. Dat is heel erg raar, want daardoor is er ook geen rentemechanisme, geen signaal. Mm-hmm. Want dat nieuwe geld wat voor jouw hypotheek is gebruikt, het wordt geen beroep gedaan op het bestaande geld. Dus het idee van schaarste, er wordt nu wel erg veel geld geleend, de rente zou omhoog moeten, dat signaal, dat is er helemaal dus niet. Ja. Dus het idee dat overheden kunnen sturen met de rente de afgelopen 30, 40, 50 jaar is naar mijn smaak en volgens trouwens ook veel economische specialisten is dat gewoon niet juist, want dat werkt helemaal niet meer zo. Dus het idee is dan dus dat geld voorkomen wordt gemaakt. Dus er is alleen maar dat digitale geld in de omloop. En daarnaast hebben we dus geen enkele rekenschap af te leggen aan anderen. Ja, ik vind het fascinerend wat je zegt, omdat ik denk dat banken zijn natuurlijk de afgelopen, na de financiële crisis, enorm in een mangel gedrukt door de centrale bank. En natuurlijk om goede redenen natuurlijk, dat is natuurlijk heel evident. Maar daarmee worstelen ze ook heel erg met hun bestaansopdracht, van waarom ze nou eigenlijk, wat ze hebben in de maatschappij. Ja, wat ze purpose noemen. Wat de purpose is van de bank. Hiermee, met zo'n ontwikkeling, is het nog weer een knauw voor de banken, zou je kunnen zeggen. Of doe je ze hiermee juist een plezier, omdat hun opdracht daarmee helderder wordt voor zichzelf? Nou ja, ik denk dat die banken sowieso al in de moeilijkheden geraken. Trouwens, ze zijn het al. Want in het huidige systeem
daar stond deze week in de krant dus dat een paar grote banken nemen dat ABN AMRO ook nog weer 3000 mensen moet gaan afstoten. Ja. Er is natuurlijk een hele discussie natuurlijk ook met andere banken gaande over de richting waarin ze zich moeten bewegen. Ja. Ze hebben die concurrentie van het hele betaalsysteem van nieuwe start-ups die dus met nieuwe technologie daar komen. Dat is sowieso een moeilijke situatie. Dus je moet je ook natuurlijk realiseren dat die rente die naar nul gegaan is. Wat ons betreft verbaast, mag dat niemand verbazen. Want er is dus door die private banken de afgelopen 30, 40, 50 jaar veel te veel geld gemaakt. Er is in Nederland 700 à 1000 miljard nieuw geld gedrukt door private banken. Hmm. Met name ook via die hypotheek en zo waar we het over hadden. Ja. Ja. Geen wonder dat dan. En als je dan nog weer een vraag komt voor een volgende hypotheek, dan wordt het weer nieuw gemaakt. Ja. Dus er is geen. Die rente gaat dus op die manier naar nul. En dat is die ook gegaan. En nu is die negatief. En dat is nu is het verdienmodel voor die banken is ineens weg. Het is hetzelfde als dat een groenteman hier op de markt in Leiden. Ja. Dat die heel veel bananen op zijn kraam legt. En op een gegeven moment, dan hebben alle bananenmensen die willen kopen, die hebben er al één. Dus die prijs die gaat omlaag, omlaag, omlaag van die man. Het klinkt eigenlijk als ik zo... Over aanbod. Als ik al die dingen die je schetst bij elkaar neem, dan klinkt het alsof je zegt... Eigenlijk zitten we momenteel in een tijd waarin we afscheid aan het nemen zijn van een bepaald denkkader. Ja. Over waar heel veel fundamentele dingen van ons financiële stelsel bij elkaar komen. Of het nou is hoe we met geldschepping omgaan. Ja. Of het nou is hoe we betalen, digitale munten, ja of nee. Het zijn allemaal ontwikkelingen nu gaande. Ja. En eigenlijk bewegen we uit een bepaald raamwerk naar een nieuw raamwerk toe. Je noemt ook al die heilige rentestandaard kunnen beïnvloeden. Dat als een soort ideaalbeeld werd gezien. Dat hoort volgens mij heel erg bij dat oude denkkader. Ja. Dat moeten we eigenlijk loslaten. Ja. Nou klinkt het natuurlijk, ik heb een aantal situaties geschetst van als we die digitale munten hebben, wat er dan zou kunnen gaan gebeuren. Maar dat loslaten van dat oude denkkader, hoe gaat dat gepaard? Hoe gaat dat bijvoorbeeld zich gewoon concreet afspelen binnen banken, denk jij, of in de financiële sector? Gaan ze zich niet hand in tand verdedigen om de status quo te handhaven? Dat maken wij natuurlijk nu wel mee. We zijn nu met dat Finance Lab ook natuurlijk nu 9 jaar aan de gang. We hebben trouwens ook conferenties gehad, ook al bij de Nederlandse Bank, over dit onderwerp. Dat ik trouwens heel erg goed vind dat daar dus heel open over deze materie wordt gediscussieerd. Ik constateer dat in de hele wereld gewoon steeds meer aandacht komt voor dit thema. Dat de vraag van wat is het raar dat jouw generatie zo meteen, er wordt geld gedrukt... In aller wegen en dan moet jij ineens dat geld gaan terugbetalen over 40 jaar. 2060 is het dan tegen die tijd. Dus dat idee komt op. In Amerika noemen ze dat die modern monetary theory. Mm-hmm. Dus dat is nu overal is dat aan het gebeuren. En je zou ook kunnen zeggen dat er zit natuurlijk ook iets achter van wacht eens eventjes. We hebben hier, dus dat kost, laten we even nog constateren, dat dus een heleboel geld kost. Bij de vorige crisis had de omvang van een wereldoorlog. Martin Wolf, Financial Times. Ja. Het heeft een enorm stoot gegeven voor het populisme, waar we dus nu mee zitten. Een derde tot een kwart van de mensen in Europa haakt af bij de instituties. Hmm. Heel begrijpelijk als je die crisis, als je goed begrijpt wat er toen gebeurd is. Harry Ford zei overigens 100 jaar geleden dat als de mensen één keer doorkrijgen hoe ons financiële bestel werkt, breekt vanavond nog de revolutie uit. Dat is misschien een beetje half grappig bedoeld, maar er zit een hele harde kern van waarheid in. Ons systeem is echt onrechtvaardig en oneerlijk. Maar dus toch mag je wel zeggen, denk ik, dat heel veel van die thema's ook echt in de publieke belangstelling staan. Dus voor mij is het voor veel mensen toch al wel in een zekere mate bekend. Kijk bijvoorbeeld naar die shows zoals De Verleiders bijvoorbeeld. Hè? Of neem Stichting Ons Geld, die allerlei publieke aandacht vragen voor hoe we met geldschepping omgaan. En waarom hoe het op dit moment geregeld is geen goed idee is. En toch zie je tegelijkertijd al die verschuivingen die fundamenteel zijn. En toch lijkt die revolutie waar je het dan nu even citeerde, toch nog niet gelijk uit te breken. Nou, twee dingen. Punt 1, we hebben dus dat hele rondje gehad met die verleiders. Ik ben ook betrokken bij Ons Geld. En we hebben dus in de Tweede Kamer is dat geëntameerd door Ons Geld en die verleiders. Burgerinitiatief. Debatten in de hoorzittingen in de Tweede Kamer. Inhoudelijk hele goede gesprekken. Debat in de Tweede Kamer. Bal uitgekoopt door Arnoud Boot, bij ons uit Finance Lab, naar de WRR. Best verstandig. WRR studeert er jaren op en die zegt, we gaan niet experimenteren met de ruggengraat van de economie. Hmm. Dus geen geldschepping door de overheid, wel door private banken. Hmm. Ik zou denken, wat raar, want op de Beursplein 5 wordt iedere dag verschrikkelijk met de ruggengraat van de economie geëxperimenteerd, hoe dan ook. Ja. Als troostprijs hebben ze wel gezegd van, er moet een publieke bank komen. De bewaarfunctie van dat geld, jouw en mijn geld, bij Klaas Knot is een goed idee. Mm-hmm. Wopke Hoekstra, onze minister, vond helemaal van niet. Dus we zijn helemaal terug bij af.
Maar dat is het ene verhaal. Het andere verhaal is dat er in de wereld steeds meer noties komen dat dit gewoon zo niet kan. En in Europa lopen we natuurlijk ook op het gebied van de euro helemaal vast. Omdat we de Europese overheden zijn helemaal aangewezen op die financiële markten voor hun financiering. Ja. Tegelijkertijd is mevrouw Lagarde is een heleboel obligaties, staatsleningen van die financiële markten aan het opkopen met heel veel toch gedrukt geld. Mag eigenlijk niet, maar ze moet wat. Daar wordt verschrikkelijk veel geld privaat verdiend, daar, door dat systeem. Wij lopen als gemeenschap ook nog eens een keer, doordat wij niet dat geld zelf mogen maken, minst 20 miljard euro per jaar in dit land alleen al mis. Wat we meer zouden mogen uitgeven aan allerlei maatschappelijke doelen, als we dus die geldschepping weer aan ons zouden trekken. Dus er zijn een heleboel bewegingen die die kant op gaan. En ik denk dus dat dat langzamerhand dus onvermijdelijk wordt. En dat we ook de komende tijd gaan zien dat dat zal gebeuren. Uiteindelijk is het natuurlijk een parlementair democratisch proces. Ja. Wij bepleiten natuurlijk ook deze gedachtegang, die dus helemaal niet nieuw is, nogmaals. Ook bij volksvertegenwoordigers. Mm-hmm. Maar wat je zegt, de belangen vanuit de private sfeer zijn enorm. En wat nu eigenlijk aan de orde is, dat is dat we hier dus een enorm probleem publiek-privaat zien. En wat er dus macro gebeurt, daar hint jij een beetje op, is dat dit is een systeem wat is in private handen geraakt. Overigens noemt Frank Ankersmit, hoogleraar Groningen, geschiedenis, filosofie, die spreekt dan van een feodale samenleving. Dus wanneer grote publieke belangen, daar gaat het hier pertinent om, worden niet in handen komen van een kleine private elite. Via lobby bij de politici. Dan heb je een feodale samenleving. Ja. En het besef dat wij dus in de juiste definitie van het woord nu in een feodale samenleving zitten, anno 2020, dat is voor mij onverdraaglijk en voor een heleboel mensen steeds meer, wereldwijd. Ja. En ik denk dus dat van daaruit energie zal komen om opnieuw ons af te vragen, en dat is eigenlijk, en dan in een breder verband zelfs, wat is nou eigenlijk van ons allemaal? Wat is nou publiek en wat is privaat? Ja. Nou was het natuurlijk, een tijd geleden was er heel veel aandacht in de Tweede Kamer met ook met Wopke Hoekstra erbij. En dat ging precies over dit thema. Het ging over geldschepping, ging over monetaire vraagstukken. Ja. Wat vind jij van hoe dat is gegaan toen? Is er genoeg belangstelling? Is er genoeg bijtkracht als het ware onder politici, onder volksvertegenwoordigers, om de juiste thema's op de kaart te zetten? Nou ja, ik heb ook wel de ervaring dat je daar dan dus mee in de weer was en kwam je een zo'n Kamerlid nog weer een week later tegen ergens in Den Haag. Ja. En dan zei hij, ja, dat was een goed gesprek. Maar ja, de volgende dag kwamen de lobbyisten van de banken langs. Ja. En die hadden een ander verhaal. Ja. Man in verwarring. Dus dat is natuurlijk gewoon dat debat is gaande en die belangen zijn ook heel erg groot. Ja. Maar ik denk dat dat goed gaat. Als je nu naar de partijprogramma's kijkt van de politieke partijen, dan zijn de partijen ter linkerzijde, het zijn zo, het is nu al zo, bijna allemaal dacht ik, uit het hoofd gesproken, die hebben dus dit in hun programma staan. Hmm. Dat wil zeggen, er moet onderzoek komen, zeggen een aantal partijen, naar een publiek geldstelsel. Ja. Nou, dat is al dus een enorme winst dat je dan daar opnieuw naar kijkt. Dan had je net over die ruggengraat, hè? De ruggengraat van onze economie, die moeten we niet verkwanselen, dat zei Wopke Hoekstra dan. WR zei dat. WR zei dat, Wat is die ruggengraat van de economie? Wat is het specifiek? Wat is het de heilige graal die waar nu heel erg aan wordt vastgehouden? Dat is dus de economische groei. Daar is alles dus aan ondergeschikt. En je ziet natuurlijk nu ook bij de coronadebatten, hebben we die discussie heel erg gehad. Dit jaar, het afgelopen jaar, als we nu terugkijken, zo'n beetje aan het eind. Dan zijn er ontzettend veel initiatieven geweest. Eindeloze Zoom-sessies door universiteiten georganiseerd. Of wat voor groeperingen dan ook. Van we hebben nu deze hele fundamentele crisis. Laten we nu nadenken hoe het verder moet. Mm-hmm. Ik ben daar erg bezorgd over. Al die initiatieven zijn uiteindelijk vrij nogal doodgelopen. En er is nu een heel sterke neiging om te zeggen van ja, we hebben natuurlijk, en dat is ook zo, we hebben die werkgelegenheid, wat erg is, een serieus punt. We hebben die enorme economische schade, al die horeca, dat is een groot probleem. We moeten nu zo snel mogelijk doorgaan waar we gebleven waren. Ja. En dan zien we dus dat de KLM, die krijgt dan dus die miljarden subsidie. Ik gun het die mensen allemaal van harte, maar het kan niet. Ja. We hebben ook nog een klimaatprobleem, dat is mijn eigenlijke achtergrond. En daar praten we nu ook al een jaartje of 50 over. Het enige wat we kunnen doen daar, wat je zou moeten doen, is een financiële prikkel inbouwen. Dat je dus minder CO2 uitstoot en meer andere dingen doet. Ja. En dat komt helemaal niet van de grond. Dus we doen alsof we na die crisis en de komende jaren, ondanks dat klimaat, gewoon kunnen doorgaan met vakantievluchten naar Bali.
op een gigantisch grote schaal. Dus we zien eigenlijk nog niet wat er eigenlijk allemaal om ons heen eigenlijk verandert. We zitten nog in een soort droomtijd ongeveer. Ja, of een soort verdoving zou je kunnen zeggen. Van nu eerst maar uit de crisis. En wat ik mijn hele leven lang in dit vak hoor van de politiek is... Ja, met dat milieu moeten we iets aan gaan doen. Daar hebben jullie gelijk aan met je onderzoek en zo. Maar de schoorsteen moet ook roken. Ja, de schoorsteen moet roken. En als de schoorsteen rookt, kunnen we geld verdienen om via technologie... elektrische auto's en zo, het op te lossen. Ja, dat is natuurlijk de heilige graal inderdaad in dat opzicht. Nou, gesteld nou, Klaas, dat jouw plan wordt werkelijkheid. Nou ja, we krijgen plan. Het plan van veel mensen, maar onder andere waar jij een pleitbezorger van bent. De private geldschepping verdwijnt uit de handen van de private machten, gaat naar het publiek toe. Ja. Hoe kunnen we dan anders met dat probleem omgaan, waar we nu tegenaan lopen, die enorme schuldenberg... Ja. Die we door corona en onder andere de financiële crisis hebben opgestapeld. Hoe kunnen we dat anders doen dan waar we nu het huidige stelsel tegenaan lopen? Nou, kijk, we zouden dus wat dan doen, is dat we dus een stabielere economie krijgen. Hè? Dus wanneer dus die economie een beetje in de mineur komt, een beetje gaat dippen, dan kan Klaas Knot iets meer gas geven en iets meer geld drukken. Dat geeft hij aan mevrouw van Nieuwenhuizen. Die gaat snelwegen aanleggen, spoorlijnen enzovoort. Of onderwijs versterken. Zodat dus op die manier dat oude idee van Keynes stimuleert die economie vanuit de overheid als die slecht gaat en omgekeerd. Ja. Dat kan ze dan gaan doen. Dus we krijgen een stabielere economie. En dat is natuurlijk in een wereld waarin we nu de grenzen aan de groei naderen. De gemiddelde Nederlander is de afgelopen 30, 40 jaar er niet op vooruit gegaan hoor. Alleen de aandeelhouders zijn dat. Maar normale mensen die dus leven van een normaal inkomen, zie ook Piketty, die dat ook heeft beweerd, heel terecht, dat is niet toegenomen. Die grenzen aan die groei zijn bereikt. Dan moet je dus een economie hebben die ook stabiel is. Die je stabiel kan houden, ook als die niet groeit. Dus we gaan eigenlijk een soort Japan scenario tegemoet, verwacht jij. En daar hoort ook een ander besturingsmodel mee. Precies. En dan komt het heel goed uit om die besturing beter te regelen. Waarom is dat eigenlijk onvermijdelijk, dat we die kant op gaan? Dat die rekte uit is? Nou, dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat we die grenzen aan de groei bedoel je. Dat die economie niet meer gaat groeien. Je hebt natuurlijk de wet van de afnemende meeropbrengsten in de economie. Ja. En op een gegeven moment houdt het gewoon dus op. We hebben dus nu de situatie dat we met grondstofproblemen komen. We hebben met dat klimaatprobleem. Wij moeten... die technologie alleen gaat dat probleem maar voor de helft oplossen. Dat is nog heel gunstig ingeschat. De andere helft van de oplossing is gedragsverandering. Dat proberen we al 30 jaar uit te leggen. Maar daar wil de politiek niet aan. We doen het met technologie. Mm. Want alles moet gewoon door kunnen gaan. Mm. Het grote feest dat welvaart heet, dat moet door. En jullie, zeggen ze dan tegen ons, moeten bedenken hoe we die technologie aan de steel steken om dat mogelijk te maken. Is jouw boodschap dan ook aan de jonge generatie eigenlijk? Jongens, let goed op. Die tijden die jullie ouders hebben meegemaakt, jullie grootouders misschien na de Tweede Wereldoorlog, die tijd van opbloeien, tijd van economische groei, van 8-9% economische groei op jaarbasis, daar moet je geen rekening meer mee houden. Nee. En ga je, als de wie de weer gaat, inspannen om een ander bestuurmodel af te dwingen. In ieder geval bijvoorbeeld als het aankomt op geldschepping, lees je daarin, want dat is fundamenteel voor hoe bijvoorbeeld daarmee om wordt gegaan. Want verwacht niet dat jij dezelfde patronen gaat zien in economische ontwikkeling als je ouders. Exact. We zitten dus nu, er komt een andere economie aan. Hoe je het ook went of keert. Ja. Dat kan niet anders. En dan moet je anders sturen. Ja. En dit verhaal wat we nu bespreken, dat is een van de stappen die je daarin moet nemen, wil je dat kunnen besturen. Het is eigenlijk een beetje regeltechnisch probleem. Hè? Net zoals je een brug ontwerpt. Ik zeg vaak, het financieel bestel is een brug die iedere 20 jaar instort. Ja. Als je dat in Delft presteert, ga je eruit. Ja. Je kunt ook een brug maken die gewoon anders is geconstrueerd. Het is een constructiefout, een weeffout, zodat dat een stabiel systeem is. Dus dat is een hele belangrijke in deze veranderende wereld, waarin dus de economische groei gewoon niet door kan. Ja. En dat heeft dus inderdaad te maken met die grenzen aan de groei. Maar je moet je ook realiseren, dat we hadden het even over hypotheken. Jouw generatie, daar is het vaak zo dus dat de beide partners die moeten werken om de hypotheek te betalen voor die hele dure huizen. Dat is een vicieuze cirkel. Ja. Dus daar worden mensen niet gelukkiger van. Dus dit systeem loopt sowieso in zichzelf vast. Dus de kwetsbaarheid van die samenleving. Mensen komen niet meer toe aan een heleboel menswaardige dingen, omdat ze dus in die enorme tredmolen van die hogere huizenprijzen en die stijgende hypotheken. We worden dus gevangen gehouden in een bestel. Er wordt nog steeds groei wordt er geloofd en nagestreefd, maar dat is eigenlijk al geen groei meer, want wij zijn er niet op vooruit gegaan de afgelopen 30, 40 jaar.
Ja. Dus het is al, we zitten al in dat andere nieuwe regime. Nou, heb jij 10 jaar geleden met Herman Wijfels heb jij het Sustainable Finance Lab opgericht. Het is ook steeds gegroeid in die tijd. Ja. Heb jij dingen zien veranderen in die tussentijd in het financiële bestel waar jullie het destijds hard voor wilden maken? Nou, eerlijk gezegd niet. Nog te weinig? Heel weinig. Je kunt zeggen de bankbuffers, hè, dus dat geld wat banken zelf in huis moeten hebben. Ja. Voor het geval er tegenslagen komen, mensen hun lening niet kunnen terugbetalen aan die bank, moeten ze zelf een reserve hebben. Ja. Die bankbuffers die zijn dan wel wat toegenomen. Maar naar mijn overtuiging, trouwens, dat ook naar velen in ons gezelschap, Sustainable Finance Lab, die zeggen ja, je moet naar 20-30%, zoals vroeger. Zijn we van 3% zijn we naar 8-6 of zo. Even, ja. En dan, hoe je het dan maar weegt, risico gewogen en zo, kan je nog zeggen, we zitten richting 10. Nou ja, voor mijn part, het is tegen een onvoorziene crisis, zoals ook zo'n coronacrisis is, ben je niet gewapend. En we moeten die banken nu weer te hulp komen. Die banken hebben trouwens ook aandeelhouders. En er staat in de kranten die ik lees, staan voortdurend iedere dag een discussie of die aandeelhouders nu al hun aandeel dividend mogen ontvangen. Mm. Het feit dat banken, private banken, die ons geldsysteem beheren, überhaupt aandeelhouders hebben, vind ik ook al bizar. Maar ja, dat is een beetje terzijde. Ja. Maar daar zit dus dat hele systeem van aandeelhouders, die wel de afgelopen jaren dus enorm zijn gegroeid, omdat mevrouw Lagarde al het geld in dat systeem pompt, om die obligatie eruit te pompen, om die prijs omhoog te houden, hebben wij in feite gigantische subsidie verleend aan de aandeelhouder. Ja. En je ziet dus nu dat de hele wereld is in malaise en de aandelen die gaan sky high. Maar natuurlijk wat ook gebeurt, nou, precies met die opkoopprogramma's die je afgelopen jaar hebt gezien om de coronamaatregelen wordt op de beurs worden er gewoon bepaalde asset classes worden gewoon opgekocht. Ja. En dat is natuurlijk ook, zou je kunnen zeggen, om bijvoorbeeld die pensioenen die daar toch in zitten, om die enigszins op peil te houden. Ja. Want de hele instorting van het financieel systeem, als dat wie daar zijn vingers aan zou branden, die haalt zich natuurlijk wel dat hele alle pensionado's op zijn nek. Ja, ja, dat zij dan zo, want ik denk niet dat dat goed afloopt. Kijk, maar moet er dan een soort generatiegesprek plaatsvinden, ja, tussen jongeren en de oudere generatie? Want eigenlijk ook wat ik een beetje proef, is dat die de nu gepensioneerde groep, die heeft natuurlijk privileges opgebouwd in de samenleving. Ja. Maar dat gaat nu wringen, vooral omdat die natuurlijk nu allemaal met pensioen gaan of met pensioen zijn. Gaat dat wringen met aan de ene kant een kleinere, krimpende arbeidsbevolking. Minder jongeren die werken voor meer gepensioneerden natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant ook omdat heel veel van die beloftes gewoon niet meer waar kunnen maken. En als we ermee doorgaan, dan helpen we misschien zelfs wel het financiële systeem en de toekomst van jonge mensen om zeep, ja, om die privileges in stand te houden. Helemaal of zeg ik dat te bits? Nee, ik ben daar helemaal mee eens. Ik denk ook niet dat huidige, die discussie loopt natuurlijk met Koolmees en zo op het ogenblik, en die doet zijn uiterste best, ongetwijfeld. Ja. Maar ik denk niet dat we dit gaan redden. Die pensioenen van mij, ik ben de meest verwende generatie ooit in de menselijke geschiedenis, by the way, als ik het goed begrijp. Maar die pensioenen, die worden dus op peil gehouden, doordat dus dat pensioengeld, dat wordt dus geïnvesteerd als aandeelhouder in allerlei projecten in de wereld. Ja. Dat is heel erg vaak roofbouw. Namelijk hoge rendementen worden gehaald met het kappen van bomen, het oppompen van grondstoffen en het toe-eigenen van landbouwgrond van mensen in een ander werelddeel. Dat is, wat mij betreft, neem het voor mijn rekening, een neocoloniale gedachtegang. En dat is niet vol te houden, sowieso niet. Dus wat jij naar voren brengt, wij kunnen op deze manier van zo'n pensioen investerend en rent-seeking uit de renteopbrengsten levend pensioenfonds, dat kan helemaal dus niet meer. Dus we moeten misschien gewoon naar een heel ander stelsel. Een omslagstelsel, dat het niet een spaarpot is van geld wat wordt belegd, maar dat gewoon uit belastingen die mensen betalen. Dat gaan anders organiseren. Nou hebben we in dit gesprek denk ik een heleboel besproken van wat er nu gaande is en wat er ook onder andere mis is met het huidige systeem en waar het naartoe zou moeten veranderen. Het zou interessant zijn misschien om voor een vervolggesprek een andere keer nog wat meer te gaan kijken naar welke mogelijkheden er precies zijn. Want we hebben een aantal geraakt, maar dat nog eens wat meer uit te pluizen. We moeten nu toch een beetje naar het einde gaan toewerken van het gesprek. Misschien toch nog even de laatste vraag, Klaas. Wat moeten we nu in de gaten houden eigenlijk? Wat zou je zeggen tegen kijkers van hou die ontwikkelingen de komende tijd nou eens in de gaten, want daar gaan spannende dingen gebeuren als het hierop aankomt? Nou, ik zeg dan toch even dat de ontwikkeling rond waar we het over hebben nu vanmorgen, over dat financiële bestel, dat moeten we heel goed in de gaten houden. En dat komt omdat dat financiële bestel, je hebt hier een boek op tafel liggen, daar is de gedachtegang dat achter deze hele discussie
Het allemaal gaat over waardepatronen, ja. Wat wij van waarde vinden. Ja. In het boek wordt besproken dat dus beschavingen en culturen steeds weer in het ongerede geraken, doordat ze waar ze goed in zijn gaan overdrijven. En dan wordt die overdrijving wordt een karikaturale obsessie. En daar gaan ze uiteindelijk mee ten onder. De kerk in de middeleeuwen, dus daar catastrofes uitgelopen, 30-jarige oorlog, verschrikkingen. De staat, de absolute staat, weten we alles van. De wetenschap die helemaal voor zichzelf begint. Wat bij onze tijd hoort, waarin dus het individuele en het materiële domineert als tijdgeest, als waarden, dat is het financiële bestel. Hmm. Dus dat is het financiële bestel waar we het vanmorgen over hadden. Dat is de karikatuur van deze tijd. Dus net zoals de kerk in de middeleeuwen, de absolute staat, zien wij dat financiële stelsel houdt in de gaten, want het dreigt eigenlijk krachtens zijn eigen succesformule ten onder te gaan. Het herkent een soort tragisch karakter daar. En dan sleept het dus net als altijd in de geschiedenis die samenleving in zijn val mee. Ja. Aristoteles, misschien een aardig moment om daarmee te eindigen ook, daar hadden we een beetje mee begonnen. Die zei van, als het gaat om het vinden van die balans, hè, in een samenleving, ja, dan is dat best moeilijk, want er zijn een heleboel. Menselijke vrijheid, jij mag van meer van spullen houden, en, of meer van boeken, of meer van Ajax, en, of minder van jezelf. Al dat soort wegingen mag je zelf doen. Dus het goede vinden als midden tussen twee kwaden, dat valt niet zo mee, zei Aristoteles. Maar wat je dan beter kan doen, zei hij, is kijk dan dus gewoon naar die uitwassen die helemaal eenzijdig, obsessief naar buiten geraakt zijn. Mm-hmm. Als je die corrigeert, als je je eigen karikatuur op het spoor komt en die corrigeert, dat geldt voor de maatschappij en voor ons persoonlijk, dan kom je ook meer in een samenleving uit die menswaardig mag heten. Volgens mij hou je nog een volgend gesprek van mij te goed, waar we ook uitgebreider bij stilgestaan bij de thematiek die je nu aansnijdt. Want we komen nu ook in een heel ander vaarwater, maar tegelijkertijd hangt het ook helemaal samen met toch zoiets als geldschepping en financiële stelsel. Precies. Klaas, ik wil je van nu in ieder geval bedanken voor het gesprek en ik denk dat we elkaar nog een keer spreken. Graag gedaan. Dankjewel. Beste kijker van de Nieuwe Wereld, geniet jij ook van onze gesprekken? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Je ontvangt hem altijd als eerste onze meest recente afleveringen. Bedankt voor het kijken alvast. En tot ziens.